Yo, alles flex, Glitter City! Ik had al verteld dat Prince Bee jullie vandaag de royalty zou brengen. En hier komt het! Jullie kijken naar de nieuwe eigenaar van de Glitter City Mall. Toen ik klein was, was deze plek dus echt de absolute place to be. Voor next level outfits, een lekkere snack in het café en voor zieke optredens van de allerhotste artiesten. Ik hou van het winkelcentrum, dus ik ga even wat reclame maken. Ik heb een vraagje voor jullie, baby's. Wat dan? Wat vinden jullie het leukst aan het winkelcentrum? 1000% de salon. Het kattencafé, zeker weten. Dit kapsel stelt zichzelf niet. En dit is de enige plek waar ik thee kan drinken en echte katjes kan aaien. Wisten jullie al dat je vanaf dit weekend hier naar de salon kan gaan, kan chillen in het café en naar een concert van de grootste sterren ter wereld kunt? Oh my gosh. Gaan de Supersonics hier optreden? Of Splash Queen? Oh wauw. Misschien is het Lady Diva. Wie denken jullie dat er dit weekend optreedt? Dan wonen wij nu in het winkelcentrum. Dit weekend ben ik van plan om de Malle Surprises Concertreeks te lanceren. Dat wil je niet missen. Neem je beste outfit en je vrienden mee. Ik zie je daar. Nu op naar het House of Surprises. En dit keer haal ik alles uit de kast. Mis het niet. Ach, ik kan nog steeds niet geloven dat mijn eigen broer het winkelcentrum van me heeft gestolen. Oh, ik denk niet dat hij het gestolen heeft. Ik bedoel, dat is echt zo niks voor hem. Als je hem niet goed kent, nee. Hij laat overal rommel achter die Royal Bee weer mag opruimen. En laat me alsjeblieft niet beginnen over hoe hij is in een groepsproject. De groepsprojecten. La 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 la. Hoorden jullie allemaal dat waanzinnig prachtige engelengezang eerder? Mijn studenten klinken zo geweldig. Blijkbaar ben ik een topzangdocenten. Wij willen de wereld laten zien wat we in huis hebben. En ik denk dat het dak hier echt de perfecte plek zou zijn voor onze allereerste show. Dat vind ik nou echt een top idee. Alleen werk ik nu op het dak aan mijn nieuwe schilderij. Kun je een week wachten? Ik denk het. Dan heb ik meer tijd om de perfecte show te choreograferen. En ik zou op het dak een modeshow kunnen geven. Ik heb ontwerpen die gedebuteerd kunnen worden. Ja, waarom doe je dat niet? Dat klinkt echt super fab. Wat als ik een wekelijkse show op het dak start? Dan kan iedereen hun talenten delen hier in het House of Surprises. Oeh, dat klinkt te gek! Ja, ik doe mee. Laten we het doen! Is dit misschien een beetje te veel? Het waait hier al best hard. Nou, als popsensatie kun je echt nooit genoeg wind hebben. Zie je? Wauw! Jullie zijn vroeg begonnen, hè? Ziet er fantastisch uit. Alleen ontbreekt er nog iets. Lama's! We hebben lama's nodig! Hey Swag, ik sta al zo lang naar deze schets dat ik het verschil niet meer zie tussen een zoom en een halslijn. Zou je kunnen helpen? Hey, Nealicious. Het is leeg. Ja. Je had gezegd dat je over een paar dagen klaar zou zijn. Ja, het is gewoon moeilijk om je te concentreren met zoveel van dat. Wie is er klaar voor meer wind in hun haar? Ik dacht dat ik het dak voor mezelf zou hebben tot de show. Maar ik heb Lady Diva's enthousiasme een beetje onderschat. En hier gaat het nou allemaal gebeuren. Maar zal er genoeg ruimte zijn voor een mechanische stier en een van die ouderwetse piano's? Ik geloof dat we allemaal vrij enthousiast zijn. Ja, ik ook. Het komt wel goed. Ik wacht wel gewoon tot het wat rustiger is. Oh! Fame Queen! Komen jullie je ook aanmelden voor de show? Wij zijn hier voor jou, girl. Je zei dat dit de perfecte plek was om te werken aan ons nieuwe album. Oh, ik heb het zo druk gehad dat ik daar niet aan dacht. Als jullie vast gaan opbouwen en dan gaan we binnenkort aan de slag. Weet je zeker dat het niet een beetje te druk is? En dit is de plek die me het meest heeft geïnspireerd. Oh nee. Ik hoorde over het House of Surprises en ik dacht, dat kan ik ook, maar dan groter. Waarom niet de Malle of Surprises? Wat ben je aan het doen? Hé zus, ik leg gewoon een proces vast. Je weet hoe het gaat. Moet je al het talent hier nou zien. En stel je ze dan allemaal eens voor in het winkelcentrum. Ah, De wind is te sterk! Pas op! Talentenjacht aan het plannen? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Waarom doen jullie het niet in het winkelcentrum? Is dat soms waarom je hier echt bent? Je hebt me door. Luister, ik weet dat jij en je vrienden niet met mij willen samenwerken. We hoeven niet met jou te werken. Daar zit een verschil in. Maar ik heb toptalent nodig om deze concertreeks te beginnen. En het is een win-win situatie. Ik heb genoeg ruimte voor alle fans die je maar wilt. Honderden lampen, het beste geluidssysteem. Wat je ook maar wilt. Ik regel het. Bedankt, maar we hebben meer dan genoeg ruimte hier. Weet je het zeker? Want ik heb lama's besteld. Oh ja, heel veel lama's. Wat? Lama's brengen de tranen. Breng ze naar het winkelcentrum. Als het alleen maar om één show gaat, is dat wel oké, toch? En dan is er meer ruimte op het dak voor Swag en de Supersonics. En mijn stier. Het zou me wel helpen als ik het dak weer terug had, ja. Oké, vooruit. Eén show. Maar er zwaait wat als je weer halverwege stopt en mij laat afmaken waar je aan begonnen bent. Nee joh, dat was de broer die voorheen Prince Bee heette. Ik ben de nieuwe, verbeterde versie. Oké, wie is er allemaal klaar voor een epische show? Ja! Woehoe! Dit komt wel goed, toch? Natuurlijk. Wat kan er misgaan?